In De Zwarte Panter loopt momenteel de tentoonstelling 1 Million Years Before Christ van Tom Liekes. Ik toon op deze tentoonstelling recent werk van de laatste 2 jaar. En we zien eigenlijk 2 grote reeksen. 1 reeks waar ik landschappen geschilderd heb die verwijzen naar de kunstgeschiedenis. En een andere reeks speelt zich af in de prehistorie waar we dino's zien in allerlei actiesituaties. Het resultaat zijn met momenten monumentale schilderijen en collages die Tom Liekes meteen ook tot een van de meest originele schilders van zijn generatie maken. Ik heb nogal veel te vertellen, dus ik hou van grote formaten. Zowel figuratief als echt plastische ingrepen. Het is heel anders dat je vanuit de pols iets schildert of echt vanuit de arm en vanuit een groter gebaar. Dus ik denk dat die grote formaten passen bij mijn exuberant karakter. Ook dit werk heeft eigenlijk een duidelijke knipoog naar de kunstgeschiedenis. Het heet Saint-Rémy. En Saint-Rémy was het plaatje waar Van Gogh opgenomen was in een psychiatrische instelling op het einde van zijn leven. Ik ben daar gaan wandelen in dat prachtige landschap rondom. Ik voelde de geest van Van Gogh daar rondwaren. En ik voelde ook de meester over mijn schouder meekijken toen ik het schilderde. Zoals veel kinderen was ik geïntrigeerd door dinosaurussen en alles wat daarmee te maken had. Alleen is die fascinatie bij mij gebleven. En vandaag heb ik de schilderij gemaakt waar ik misschien als 8-jarige van droomde. Ik heb de meeste beelden gebaseerd op filmstills. Anderzijds heb ik oude 19e-eeuwse prenten gebruikt, waar illustratoren voor het eerst een dinosaurus trachten te visualiseren met alle fouten van dien. Ik ben een schilder van opleiding en ik maak nog steeds veel schilderijen, maar ik maak evenveel grafische werken. En vaak langs elkaar, vaak van hetzelfde thema, verschillende versies. Een versie geschilderd en wat ik dan noem, die grafische versie, wat eigenlijk een collage is van enerzijds houtsneden en anderzijds afdrukken van echte planten. Waar ik kamerplanten heb ingeïnkt, afdrukken van gemaakt en die afdrukken dan samengesteld heb tot dit nieuwe tafereel. Van alle diersoorten heb ik de mens misschien wel het minst geschilderd, maar hier heb ik toch een prachtig exemplaar afgebeeld als een zelfportret in een soort eeuwige storm.